Oké, we gaan weer verder. Er zijn geen vragen binnengekomen, dus meteen verder met de eenwording waarmee dat dan is. En om die vraag goed te kunnen beantwoorden, moeten we even een uitstapje maken. Gaan we kijken naar wat we als mens eigenlijk zijn. Want als we het over eenwording en verbinding hebben, dan is natuurlijk de vraag, wat van ons verbindt zich met wat? En daarbij starten we in de theosofie altijd vanuit het grootst mogelijke beeld, namelijk van de mens als grenzeloze, oneindige stroom van bewustzijn. Hier dus schematisch afgebeeld met deze witte lijn. Lalibel heeft vorige week heeft ze dit ook laten zien en toen uitgelegd dat wij als onafscheidelijk deel van een grenzeloos universum zelf ook in essentie grenzeloos zijn. En dat we dus ook een onvergankelijk deel hebben, een onsterfelijke, onbegrensde kern die nooit verloren gaat. Je zou het onze schakel kunnen noemen met die grenzeloosheid. Allemaal beperkte uitdrukking omdat het moeilijk te verwoorden is. Iets anders is dat het ons reservoir aan oneindige vermogens genoemd kan worden. En we zijn het ook nu in essentie. Alleen we zijn het ons nog niet zelf bewust omdat we simpelweg die kwaliteiten daarvan nog niet actief hebben gemaakt in onszelf. Wat we van die eindeloze stroom wel tot ontwikkeling hebben gebracht is het denkbewustzijn. En dat noemen we ook wel ons lerend deel, omdat dit het niveau is waarop we als mens ervaringen opdoen, onze lessen leren. We communiceren via dat denken, we drukken ons uit aan de hand van gedachten en ideeën. En alles wat we ervaren, en dat zijn ook onze gevoelens, begeertes of idealen, dat worden we gewaar door middel van dat denkbewustzijn. Vaak wordt denken nog wel gelijk gezien als intellect, maar we verstaan daar een heel aspect aan denkkwaliteiten onder. En daar kom ik zo nog verder op terug als we het over de vorm van yoga gaan hebben die dus betrekking heeft op dat denken. En tenslotte het vergankelijke deel waar we als denker gebruik van maken om ons uit te drukken op dit fysieke gebied. En dat noem ik hier expres niet het lichaam, omdat het meer is dan alleen dat fysieke lichaam. Want het omvat ook ons astraal lichaam en de prana's en ons meer dierlijke en instinctieve natuur. Alles wat uiteenvalt bij de dood, zo gezegd. En we zijn als mens dus een samenwerkingsverband van deze drie brandpunten, die in werkelijkheid natuurlijk niet zo boven elkaar liggen, maar sferen zijn die elkaar doordringen, waarbij het hogere, of het lagere moet ik zeggen, voortvloeit uit het hogere. In onze huidige fase identificeren we ons voornamelijk met dat vergankelijke deel, waardoor we denken dat we losstaan van de anderen, afgescheiden zijn. En dat kan zich weer uit in eigenschappen als eigenbelang, competitie, concurrentie met anderen. En om een actueel voorbeeld te noemen, het bekende hamstergedrag. Allemaal karakteristieken in ieder geval die behoren tot dat deel waarvan het bewustzijnsbereik beperkt is tot een hele persoonlijke en ikgerichtheid. Maar we kunnen ook kiezen om ons te identificeren met dat onvergankelijke deel. Dat zich bewust is van die grenzeloosheid. Dat alles dus uit dezelfde oneindige bron voortkomt, zoals in die Vedanta-school wordt onderwezen. En dat alles dus ook fundamenteel met elkaar verbonden is en één is. En vandaar dat mededogen ook de hoofdkarakteristiek is van het hogere deel. In tegenstelling tot het beperkte bewustzijnsbereik van het lagere deel heeft het onvergankelijke en universeel bewustzijnsbereik dat die totaliteit van het leven omvat en waarbij er dus geen sprake meer is van ik en de ander, maar een volledige vereenzelviging met dat geheel. En daar zit dus de essentie van yoga in, want als we het over eenwording hebben, dan hebben we dus over eenwording van dat individuele bewustzijn met die onvergankelijke kern van dat universele bewustzijn. En om een idee te hebben over wat voor een toestand we het dan hebben, denk dan weer even terug aan die hele hiërarchie, die verheven mensen en boeddha's, die hiërarchie van wijsheid en mededogen, die vanuit volledig besef van die eenheid en die verbondenheid dus een levende uitdrukking worden van dat mededogen. Yoga is dus een zelfbewuste eenwording van het denkbewustzijn met die innerlijke kern, een vereenzelviging met de innerlijke God, zoals het ook wel wordt genoemd. En vaak wordt er over gesproken in de zin dat we dat hogere in onszelf moeten wakker maken. Maar in feite is dat precies andersom. Is dat hogere in ons klaar wakker, zo gezegd.
Maar zijn wij het als mens die nog slapen omdat wij die kwaliteiten nog niet wakker hebben gemaakt in onszelf op dat gebied? Vanuit het hogere deel gaat onophoudelijk een invloed uit. En het is dus helemaal aan ons of we ons daarmee verbinden en of we die kwaliteiten in onszelf wakker kunnen maken. Hoe doen we dat? En het antwoord daarop is eigenlijk heel eenvoudig. Niet in de zin dat het makkelijk is, maar wel heel logisch. Namelijk door vanuit een overeenkomstige karakteristiek van dat onvergankelijke deel te leven. Door aan die eenheid en die verbondenheid in het dagelijks leven uitdrukking te geven. En die edele kwaliteiten in onszelf te ontwikkelen die, zoals die in de mysteriescholen werd onderwezen. En dat is ten eerste handelen ten dienste van het geheel. En ten tweede dus een training in zelfvergetelheid. Want precies in de mate waarin we ons persoonlijk zelf niet meer centraal zetten, daarmee breken we zogezegd die vernauwing van dat ikgerichte denken open en kan die invloed van dat hogere deel doorgang vinden. In de yoga-traditie van die Hindoe-filosofie worden hier 4 manieren voor beschreven om dit te doen. 4 verschillende vormen van yoga die tot die eenwording leiden. En dat zijn karma-yoga, bhakti-yoga, raja- en jnana-yoga. 4 vormen, of beter gezegd accenten misschien, die alle tot hetzelfde doel leiden. En ze zijn bedoeld voor 4 verschillende stadia van bewustzijnsontwikkeling. Zoals je ze in het oorspronkelijke kastenstelsel terugvindt. En dat heeft dus niks te maken met erfelijkheid of afkomst, maar puur met het bewustzijnsniveau. In de Bhagavad Gita komen deze vormen van yoga ook terug. En dat is aan de hand van een gesprek tussen Krishna en Arjuna. Waarbij Krishna symbool staat voor dat onvergankelijke deel, voor die innerlijke God. En Arjuna voor de mens die net het besluit heeft genomen om zich te verbinden met die hogere natuur. In dat boek vindt dus een strijd plaats tussen 2 legers. Tussen de Kuru's en de Pandava's, die symbool staan voor die 2 krachten in de mens. Die hogere en die lagere natuur. En het verhaal begint op het moment dat Arjuna met zijn strijdwagen midden op het slagveld staat. En plotseling in het leger tegenover hem dat hij moet verslaan allemaal familieleden ziet, bekenden en vrienden. En die staan dus symbool allemaal voor zijn oude gewoontepatronen van zijn lagere natuur die hij moet overwinnen. En dan laat hij moedeloos zijn wapens vallen. En op dat moment is Krishna, die zijn wagenmenner is, die begint hem moed in te spreken en te overtuigen om die strijd aan te gaan. En dat gebeurt dus aan de hand van deze 4 vormen van yoga. De eerste daarvan, de meest eenvoudige zogezegd, is karma yoga. Eenwording door handeling. Voor de laagste kasten, die van de sudra's, de nederige. Karma betekent letterlijk handeling dus ook, dus vandaar eenwording door handeling. En dat komt erop neer dat alle handelingen in lijn zijn met die totaliteit van het leven. Dat bij alles wat op je pad komt, dat je niet het beste voor jezelf kiest, maar het beste voor dat geheel. Je doet wat gedaan moet worden, probeert dat zo goed mogelijk te doen, zonder je ook om de uitkomst druk te maken. Heb je bijvoorbeeld een collega die in de problemen zit, dan schiet je die te hulp. Niet omdat je iets terug verwacht of omdat je aardig gevonden wil worden, maar simpelweg omwille van die hulp zelf. Gewoon omdat je ziet dat het nodig is. Dit principe kom je ook in het Taoïsme tegen als wu wei. Handelen door niet te handelen. En dat betekent dus niet dat je niets doet, maar dat je niet gehecht bent aan die handeling. Aan het resultaat van die handeling. En in het hoofdstuk over karma yoga in de Bhagavad Gita zegt Krishna dus hierover het volgende tegen Arjuna. Verricht dus onverschillig voor de gevolgen hetgeen gij te doen hebt. Want de mens die zonder gehechtheid handelingen volbrengt, bereikt het allerhoogste. Ook gij zou dus moeten handelen met het oog gericht op het welzijn der mensheid. Karma kennen we natuurlijk ook als de wet van oorzaak en gevolg. En vanuit dat besef dat karmisch gezien niets op je pad kan komen waar je niet ook zelf eerder al de oorzaak voor hebt gelegd, neem je je verantwoordelijkheid om die gevolgen onder ogen te zien en er dus zo op te reageren dat je in overeenstemming met dat geheel die harmonie weer herstelt. De volgende is bhakti-yoga,
eenwording door toewijding. En die behoort tot de kaste van de Vaishyas, de landbouwers en de handelaars. En Bhakti Yoga die gaat een stapje verder dan Karma Yoga, in de zin dat het persoonlijk handelen overstijgt. Want meer dan alleen je eigen noodzakelijke plichten doen, is Bhakti Yoga een toewijding aan iets dat groter is dan jezelf. En ten dienste stellen aan een groter doel. Het wordt ook wel eens vertaald als toewijding door God, of tot God. En als je dat dan ziet als het goddelijke, of Atman, die hoogste kern die in alles en iedereen zit, dan is het in bredere zin dus toewijding ten dienste van dat geheel, waarvoor je alles met een onpersoonlijke liefde doet. Een schoenmaker bijvoorbeeld, die Bhakti Yoga beoefent, die is niet bezig met de winst te maken of het aantal schoenen dat hij verkoopt, maar met het in volledige toewijding maken van die perfecte schoen voor zijn klant, zonder dat hij daar enig eigen belang bij heeft. Nog een stapje verder is Raja Yoga, eenwording door beheersing van het denken, ook vorige week door Lalibel even aangestipt. Behorend tot de kaste van de Kshatriya's, de koningen of de strijders. En het wordt daarom ook wel de koninklijke weg genoemd. Raja betekent ook letterlijk koning. En die symboliek van de koning met de als karakteristiek leiderschap, die staat voor de leider in jezelf, voor dat hogere deel dat de leiding neemt over de lagere natuur, zodat je dus niet slaaf bent van al die lagere impulsen en begeerten, maar dat je ze beheerst en er de baas over bent. De karakteristieken die aan deze kasten van de Kshatriya's worden gegeven zijn moed, kracht, standvastigheid en het niet vluchten uit de strijd. En dat zijn dus precies die karakteristieken die Arjuna moet aanwenden om die strijd te overwinnen, die lagere natuur te overwinnen. En net zoals bij karma en bhakti yoga handelingen en toewijding ten dienste staat van het geheel, is dat bij Raja Yoga dus de gedachten die daarmee in overeenstemming zijn. Omdat Raja Yoga een hele centrale plaats inneemt in die Oosterse scholen, ga ik er zo nog verder op in. Maar eerst nog Jnana Yoga, eenwording door hogere kennis of goddelijke kennis. Want zodra je die beheersing over dat denken hebt en je je bewustzijn dus permanent tot dat hogere deel weet te verheffen, dan ben je in staat om Jnana Yoga te beoefenen. Het behoort daarom ook tot de hoogste van de vier kasten, de kasten van de Brahmanen, ook wel de priesterklasse genoemd. En de kennis waar het hier om gaat, die overstijgt het intellectuele en heeft echt betrekking op die diepere inzichten in die kosmische wetmatigheden, zoals ze in die mysteriescholen werd onderwezen. En die leraren, die grote wijzen die dat deden, die waren dan ook in staat om hun bewustzijn dus volledig op dat hogere spirituele deel te concentreren. En dan van een wat andere orde, maar waar ik nog op terug zou komen, de bekende Hatha Yoga, die dus zo populair is vandaag de dag, maar die je eigenlijk nauwelijks tegenkomt in die mysterietradities. En ook in de Bhagavad Gita wordt er slechts één keertje naar verwezen. En dat is dus omdat het een hele beperkte en specifieke functie had in die training van die Oosterse scholen. Het werd namelijk alleen bij hoge uitzondering toegepast. Op het moment dat een leerling door een bepaalde blokkade in zijn lagere natuur, in dat vergankelijke deel, geen vooruitgangen kon maken. Hatha Yoga bestaat namelijk ook uit fysieke oefeningen en ademhalingsoefeningen die betrekking hebben op dat tijdelijke deel. En als er dan zich zo'n blokkade voordeed, dan kreeg die leerling dus een hele gerichte oefening om alleen dat specifieke probleem te verhelpen. Dat gebeurde altijd onder strikte begeleiding van een leraar en was bovendien ook altijd van korte duur. Omdat op het moment dat dat probleem verholpen was, dan stopte het ook meteen. Nou zijn de Hatha Yoga oefeningen die tegenwoordig door miljoenen mensen gedaan worden, vaak niet van dat hele specifieke karakter meer van een sportief karakter. En het is natuurlijk ook goed om door middel van die fysieke beweging tot ontspanning te komen. Maar in het kader van die eenwording is het belangrijk om te beseffen dat deze vorm van yoga, juist omdat die betrekking heeft op dat vergankelijke deel, niet tot die eenwording kan leiden met dat onvergankelijke deel. En dat het ook geen
duurzame innerlijke verandering tot gevolg heeft, omdat dat lagere ook bij de dood uiteenvalt. En vandaar dus dat je dat zo weinig terugvindt in die traditie van die mysteriescholen. En als het al genoemd wordt, dan wordt het vaak ook wordt er gewaarschuwd voor die gevaren van die Hatha-yoga op het moment dat je met kracht dus veranderingen teweeg brengt in die lagere natuur, waar je dan geen beheersing over hebt. Hatha betekent ook letterlijk met kracht. Vandaar dat in die mysteriescholen juist die vorm werd beoefend waar wel die innerlijke beheersing centraal staat. En dan komen we dus weer bij Raja-yoga, beheersing van het denken. Omdat dat ten eerste een veilige manier van ontwikkeling is, waarbij op het moment dat dat bewustzijn, dat denkbewustzijn, beheerst is en in harmonie is, die lagere natuur automatisch en op natuurlijke wijze volgt. En ten tweede, omdat het ook een duurzame ontwikkeling is. Want dat denkbewustzijn, dat is dus dat innerlijke deel in onszelf, dat lerende deel, dat we leven na leven meenemen en steeds weer verder ontplooien. Een van de vergevorderde leerlingen uit die mysterieschool van de loge van wijsheid en mededogen, de Hindoe Chela Damodar Mavalankar, die zegt hier het volgende over. Raja Yoga zet niet aan tot schijnvertoning, vereist geen fysieke houdingen. Het heeft betrekking op de innerlijke mens, wiens sfeer in de wereld van gedachten ligt. En het voor ogen hebben van het hoogste ideaal en er onophoudelijk naar streven, ernaar te leven, is het enige ware doel, enige ware concentratie die door de esoterische filosofie wordt erkend. En die te maken heeft met de innerlijke wereld van de noumena, niet de uiterlijke schil van de verschijnselen. De eerste vereiste daarvoor is een volkomen zuiverheid van het hart. Die innerlijke mens waar Damodar het hier over heeft, dat is dus ons denkbewustzijn, dat lerende deel. En je zou kunnen zeggen dat het ons werkterrein is voor verdere ontwikkeling. En dat ons denkvermogen dus onze brug is, zogezegd, naar die hogere, om tot die hogere bewustzijnstoestanden te komen. We worden namelijk wat we denken, en dat laten we altijd zien aan de hand van de volgende reeks. Gedachte, handeling, gewoonte, karakter. En dat is omdat aan iedere handeling een gedachte vooraf gaat. Herhaalde handelingen een gewoonte vormen. En onze gewoontes bij elkaar weer ons karakter bepalen. En het is dus ons karakter wat we in werkelijkheid zijn en wat we steeds weer van leven tot leven meenemen en verder tot uitdrukking brengen. En daarom kan je dus ook deze reeks verder afmaken met reïncarnatie. De gedachten die we nu denken, die bepalen uiteindelijk wie we in de toekomst worden. Als we het over het beheersen van het denken hebben, hebben we het dus eigenlijk over het trainen van het juiste denken. Het richten van het denkbewustzijn op een bepaalde kwaliteit van gedachtes. En dan komen we eigenlijk al bij het onderwerp van meditatie. Maar voordat we daarmee verder gaan, is het van belang om eerst die verschillende kwaliteiten van ons denken te onderscheiden. Lalibel heeft ze vorige week ook laten zien in haar lezing over esoterisch onderwijs. De 7 denkaspecten. Zo afgebeeld dat je meteen ook ziet met welk deel van die samengesteldheid zijn overeenkomstige karakteristiek hebben. Te beginnen met eenheid en wijsheid, het atmische en het boeddhische aspect dat een van blijvend karakter is en met het onvergankelijke deel dus correspondeert. Waarbij het atmische het meest universele in ons denken is, die totale vereenzelviging met het geheel. Boeddhi, inzicht, het doordringen tot de essentie van de dingen. De samenhang ergens van zien, dat je ook begrijpt waarom alles zo in elkaar zit zoals het zit. En tezamen leiden deze 2 aspecten tot al die edele eigenschappen als begrip en mededogen en onpersoonlijke universele liefde. Boeddhi wordt ook wel het verlichtingsbeginsel genoemd, dat wanneer het volledig ontwikkeld en actief is, dus van de mens een Boeddha maakt. En dan aan de onderkant van die aspecten, de denkaspecten van persoonlijke kwaliteit, die overeenkomen met de karakteristiek van dat vergankelijke deel dus. Begeerte,
vitaliteit, het gevoelsmatig en het lichamelijk denken. En deze vier hebben allemaal hun functie en hun waarde, maar wel zolang ze worden geleid door die hogere aspecten. Want op het moment dat ze de overhand nemen, dat we ons verliezen in zelfzuchtige begeertes of in emoties als haat en angst of stress, dan helpen ze ons niet, maar dan vormen ze juist een bron van het lijden. Maar we kunnen hier dus zelf sturing aan geven. We kunnen er zelf voor kiezen om die koninklijke weg van de Raja Yoga te bewandelen, zogezegd. Door dat denken te beheersen en bewust vanuit die hogere aspecten sturing te geven aan die lagere. En dat dit dus niet altijd even gemakkelijk is, blijkt wel uit die strijd van Arjuna. Maar het is wel principieel mogelijk. En bovendien is de verandering die dan optreedt ook duurzaam. En dat zal ik proberen uit te leggen aan de hand van het volgende voorbeeld. Als je bijvoorbeeld een gevoel als angst voor de dood neemt, wat een heel wezenlijk iets is voor veel mensen, dan zie je dat die angst eigenlijk voortkomt uit een vereenzelviging met dat vergankelijke deel. Dus een angst om voor altijd te verdwijnen of te moeten lijden voor het onbekende dat gaat komen. Maar op het moment dat je vanuit die twee hoogste aspecten, die eenheid en die wijsheid, je vereenzelvigt met dat onvergankelijke deel en van dat niveau naar de dood kijkt, dan weet je dat je meer bent dan dat lichaam, dat je nooit verloren kan gaan en dat je dus ook nergens bang voor hoeft te zijn, omdat je ook na de dood niks anders tegenkomt dan jezelf. En die dood slechts een andere toestand is van bewustzijn, die een toestand is van volkomen vredige rust. En op het moment dat je dat vanuit dat innerlijke inzicht beseft, dan verdwijnt die angst voor de dood volledig. En niet alleen voor dat moment, maar voorgoed, omdat je dus vanuit dat boeddhische aspect dat blijvende inzicht hebt, wat je gewoon niet meer kwijtraakt. En dan zie je dus ook dat iets als een gevoel, als angst in dat denken ontspringt. En dat het in feite een beperkte visie op de werkelijkheid is. En vandaar dus ook dat de wereld der gedachten, zoals Damodar dat noemde, ons werkterrein is. Omdat je dus vanuit dat groeiende begrip en dat inzicht stuk voor stuk al die elementen van die lagere natuur kan beheersen en het illusoire ervan kan doorzien. Dan is natuurlijk de grote vraag, hoe doe je dat? Hoe ontwikkel je die hogere kwaliteit in jezelf? En daar ga ik weer na een korte pauze mee verder, als we het over meditatie gaan hebben als onderdeel binnen die yoga training in die mysteriescholen.